Meer dan 1 miljoen Oekraïners die zijn het land ontvlucht. Een Oekraïns meisje in een vluchtelingenkamp in Roemenië was jarig. Ze vierde haar 7e verjaardag. Happy birthday to you. Happy birthday. Taarten wordt voor haar gezongen. Hulpverleners hebben dat samen met haar moeder geregeld om haar in deze rare situatie toch nog een mooie verjaardag te geven. En we weten dus dat er een enorme vluchtelingenstroom op gang is gekomen. Ook hier in Nederland bereiden we ons daarop voor. Het is nu aan de veiligheidsregio's in Nederland en daar hebben we er zo'n 25 van om aan de slag te gaan om locaties te vinden. En elke veiligheidsregio moet in ieder geval plek hebben voor 1000 Oekraïense vluchtelingen. Gisteravond zat staatssecretaris van Asiel Erik van den Burg bij Op1 om hier ook over te vertellen. We hebben daarover gesproken met de burgemeesters ook vandaag van de veiligheidsregio's. De 25 veiligheidsregio's die we hebben. En gezegd, we moeten echt aan de slag met heel veel plekken creëren. En ik moet u ook zeggen, als ik gewoon letterlijk het land inga, zoals dat dan heet, dan zie ik, en ook de sms'jes, de appjes, de mailtjes die ik krijg, er is een enorme solidariteit in Nederland. Mensen zitten echt aan alle kanten hun een aanbod te doen, of het nou gaat dus speelgoed, privé, maar ook om plekken. Ja, we horen al dat verschillende plekken in het land er klaar voor zijn. We hadden van de week ook de burgemeester van Ede hier in de studio aan de telefoon. Die zegt in Harskamp kunnen mensen bijvoorbeeld onderdak vinden, maar door heel Nederland worden er nu plekken gerealiseerd. Wanneer verwachten jullie in Den Haag eigenlijk dat de grootste stroom aan mensen deze kant op komt? Ja, je ziet eigenlijk altijd zie je dit soort stromen in fases gaan. Dus ook mensen die misschien nu nog besluiten in Oekraïne en denken van nou, ik blijf toch nog even hier, want wellicht is mijn dorp of stad veilig. Ja, dat kan over 1 week of 2 weken kan dat anders zijn. Ook mensen misschien die zeggen ik blijf in eerste instantie liever in Polen of Hongarije wat dichter bij huis. Mm-hmm. Maar als daar de opvang toch niet optimaal is, besluiten mensen ook om door te gaan. Dus eigenlijk de snelheid waarmee mensen hier naartoe komen, dat valt eigenlijk niet te zeggen. Maar als je kijkt naar de schattingen, die variëren van 3 tot wel 7 miljoen. Dat is allemaal met aannames en ja, toch natte vingerwerk. Maar als je er dan vanuit gaat dat ongeveer 5-6% typisch naar Nederland komt, ja, dan heb je het over ongeveer 250.000 mensen waar we ons op moeten gaan voorbereiden de komende maanden. Hoe bereid je je daarop voor? Want het is nogal een aantal. Door inderdaad te kijken van welke locaties kunnen we vrijmaken. Dat gebeurt nu op hele korte termijn. Maar ook wat voor type locaties kunnen we daarbij inzetten. Het is zo dat Oekraïners in eerste instantie niet de asielprocedure ingaan. Dus we hoeven ook niet alleen maar AZC's te bouwen om mensen op te vangen. Het kan ook deels in kleine aantallen bij mensen thuis of in kleinere opvanglocaties. Dus ik denk dat we de komende maanden, jaren zullen we ieder bed en iedere ruimte zullen we nodig hebben om daar Oekraïners op te vangen. Het is goed dat er nu zoveel initiatief is en dat dat van onderop gebeurt. Maar wel belangrijk dat er ook vanuit de landelijke overheid, vanuit het COA, dat er goede coördinatie op plaatsvindt. Ja, de bereidwilligheid die is er, dat is in ieder geval stap 1 natuurlijk. Ja. Moeten we nog nadenken over prefab woningen in weilanden, ik noem maar wat. Die mensen moeten onderdak krijgen. Ja, zeker. Ja, we zullen alle creativiteit nodig hebben. Want we hebben natuurlijk al een gigantisch woningtekort. Ook voor Nederlanders, maar ook voor statushouders. Die 12.000 mensen die eigenlijk een woning zouden moeten krijgen, maar nu nog in een AZC zitten. Dus we zullen eigenlijk nog meer dan dat al een enorme woningopgave hadden, zullen we alle creativiteit moeten toepassen om mensen op te vangen. Ja. Ja, dan kun je ook aan dit soort flexwoningen denken. Ja. Anne Kuik van CDA die pleitte eerder bij Op1 voor een soort van gezant die dit dan gaat regelen. Is dat een slim idee? Nou, ik vind dat toch wel een hoog symbolisch gehalte hebben. Kijk, we hebben een staatssecretaris die hiervoor verantwoordelijk is. Die is verantwoordelijk voor de opvang van mensen die naartoe komen. We hebben de minister van Wonen die verantwoordelijk is voor de bredere woningopgave. We hebben de minister van Binnenlandse Zaken die de contacten doet met de provincies en gemeenten. En om daar dan nog een gezant doorheen te laten fietsen, ja, ik denk dat dat alleen maar extra chaos creëert. Laten we vooral zorgen met de mensen en de structuren die we nu hebben, dat we heel snel regelen wat nodig is en niet over allerlei symbolische functies. En wanneer kunnen we een plan verwachten? Nou ja, daar wordt nu aan gewerkt en ik denk dat het ook goed is om dat steeds per fase te bekijken. In die zin dat nu is er acuut, zijn er die 25.000 tot 50.000 plekken nodig. Daar kun je dan een aantal weken mee vooruit. Laten we dat eerst regelen. Maar dan meteen doorpakken en ervoor zorgen dat we ook, als het om grotere aantallen komt, dat daar ook een plan ligt. Ja, en dat moet geen maanden meer duren. Dat is eerder een kwestie van weken.